We zijn vandaag op bezoek in het WTC, Postillon Hotel Rotterdam. En we zijn vandaag op uitnodiging van de SER en het Comité van Ondernemerschap om te praten over werkgelegenheid en de noodzaak van opleiden. Ik vond het best wel spannend om hier vandaag te zijn. Als eerste werd mij de vraag gesteld hoe ik de coronacrisis had ervaren als ondernemer in Rotterdam en zeker ook personeeltechnisch gezien. Ja, als jong ondernemer om zo dicht bij Maxima te mogen zitten is waanzinnig. Ja, dat is een once in a lifetime experience. Ja, de bijeenkomst vandaag was echt wel heel interessant. Belangrijk om vooral ook te laten zien hoe we in Rotterdam aan de slag gaan, in onze regio aan de slag gaan, maar ook waar we tegenaan lopen. Het is natuurlijk heel leuk om ook zo'n zware delegatie op bezoek te hebben. Dat zegt ook wat over hoe serieus er naar Rotterdam en onze regio wordt gekeken, hoeveel interesse er ook is. En uiteindelijk willen we natuurlijk dat met onze boodschap wat gedaan wordt. En dan helpt een zware delegatie die we vandaag gehad hebben natuurlijk heel erg. Inhoudelijk hebben we vandaag denk ik heel belangrijk werk gedaan. Want we hebben met elkaar, en eigenlijk waren alle meningen wel gelijk, denk ik dat we een duidelijk signaal hebben gegeven dat in dat oerwoud van verschillende mogelijkheden die er zijn, ja, daar moet helderheid komen. En het moet eigenlijk ook versimpeld worden, het moet makkelijker worden. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat dit signaal ook gegeven is aan dit sociaal comité. En daarmee denk ik ook heel duidelijk weergeven dat het toekomstig kabinet ook echt aan de slag moet. Dus ik denk dat het heel belangrijk is wat we vandaag gedaan hebben.